Vincent van der Voort is door naar de volgende ronde. Voor de poorten van de hel sleepte hij het weg. Nu Jermaine Wattimena. Hoe zenuwachtig is hij? De Gies ving hem op. Jermaine, gisteren was je al even hier in de zaal. Toen heb je een beetje kunnen proeven van de sfeer. Hoe was dat? Ja, dat was bijzonder. Vooral als je het eerst keer meemaakt, was het toch wel mooi om te zien. En dat je dan de dag erop zelf mag gooien. Dat is helemaal goed natuurlijk. Ja, je bent, heb ik gehoord, helemaal naar boven gelopen hier, heel de bergen op, om hier te komen. Ik mag toch hopen dat je dat vandaag niet gedaan hebt, hè? Want anders wordt het niet veel. Nee, vandaag hebben we lekker de taxi gepakt. Dus het was een stuk fijner. Dus gisteren met de trein gekomen. We dachten, nou, we zijn toch met z'n tweeën. Nou, toch een, hebben we toch een gezonde ervaring meegemaakt om hier de berg op te komen. Zo dadelijk tegen Robert Marjanovic. Een speler die jij niet kent, denk ik. Want ja, dit is allemaal nieuw voor jou. Hoe ga jij nou zo'n wedstrijd in? Ja, dat is gewoon. Ja, ik laat het een beetje om me afkomen. Ik bedoel, ik ga de wedstrijd in en ik hoop meer dan best kan ik niet doen. En dan hoop ik gewoon dat ik ook lekker gewoon ontspannen kan gooien op het podium. Ja, je hebt ongetwijfeld misschien nog even gesproken met Ryan de Vrede. Die was vooraf heel cool en werd bloednerveus toen hij eenmaal dat podium opging. Hoe denk jij dat jij gaat reageren? Ja, spanning zou er wel wat in zitten natuurlijk voor de eerste keer. Ja, dat komt natuurlijk niet dat ik ook zo zenuwachtig word, maar wie weet. Ja, wie weet. We zijn in ieder geval net op tijd om zijn opkomst helemaal te kunnen laten zien aan u dartliefhebbers. Snel naar Ali Pelli voor deze waarschijnlijk hopelijk korte partij. Heel even duurt voor Jermaine Wattimena gaat gooien. Marjanovic, een man om rekening mee te houden. Wij zijn al een beetje somber, hè, over de kansen van Wattimena. Ja, het is een hele goede speler, een hele constante speler. Heeft hij al meerdere keren gespeeld op het WK. En dan heeft hij toch bewezen dat die jongen echt ook gewoon kan darten. Ja. Dus het is niet een wedstrijdje dat je denkt van joh, daar loop ik even overheen. Die kan ik makkelijk hebben. En hij heeft ten opzichte van Jermaine natuurlijk iets meer ervaring. Ja. En dat is met deze ambiance wel erg belangrijk. Ja, en ik vond... Je zag aan Jermaine dat hij een beetje geïntimideerd was, een beetje bedremmeld. Ja, maar dat Ryan de Vrede ook. Ik bedoel, en die Marjanovic, ja, hij is nu 165 van de ranking. Hij heeft één keer de voorronde meegedaan en in die direct verloren. Voor de rest zijn er eigenlijk geen resultaten van hem bekend. En die Wattimena, die heeft natuurlijk de Gold Cup gewonnen en zo. Dus absoluut. Coach, sorry dat je onderbreekt, nee, want we gaan nu toch gooien. We gaan snel naar de commentatoren. Game on! Dit is Robert Marjanovic uit... Kroatië. Hij woont in Duitsland overigens. In Freudenstadt. En dit is Jermaine Wattimena, 26-jarige inwoner van 95. Westervoort. Industrieel schoonmaker, maar vandaag is hij darter op het wereldkampioenschap van de PDC. Hij staat er voor de eerste keer. 51. Ja, en het zal op zich al een belevenis zijn. Het is... Een droom die uitkomt, denk ik, voor hem ook. Hij zal er op voorhand, toen hij aan het kwalificatietoernooi begon, want dat heeft hij gewonnen, zal er op voorhand niet direct rekening mee gehouden hebben. Maar ja, hij heeft een mooi rijtje met name verslagen daar zo. Hij heeft het verdiend om hier te mogen staan. En ik heb hem wel vaker zien spelen al. Het is een snelle speler, maar dat bent u inmiddels ook al achter. En als het raak is, is het allemaal raak. Het is de vraag natuurlijk of hij ook rustig kan blijven op de momenten dat het echt moet. Want daar worden met name dit soort voorrondepartijen natuurlijk gewoon op gewonnen. En Marjanovic, die heb ik nog wat vaker zien spelen dan Wattimena, die is over het algemeen 59. Vrij relaxed. Hij staat hier overigens niet voor de eerste keer op het WK. Hij gaat ook 150 niet uitgooien. Maar gaat het wel goed wegzetten. 152 voor Wattimena. Gaat niet uit. 100. Robert Jurkwa, 16. En dat is Marjanovic voor dubbel 8. Ja, dat is een keurig eerste leg hoor. Met de darts mee in 17 darts. Dat is prima. En ja, het gaat heel snel. U weet het inmiddels waarschijnlijk wel. Dit is een voorronde partij, dus je hoeft maar 4 legs te winnen om
door te gaan naar de eerste ronde. En dan speel je meteen al vanavond de laatste partij 58. Van de eerste ronde. De laatste partij van 23 december tegen Stephen Bunting. 55. Marjanovic deed 2 jaar geleden mee aan de voorronde. Toen verloor hij met 4-3 in legs van de Noord-Ier Daryl Gurney. 99. En voor Wattimena is het zoals gezegd zijn debuut. Hij won dat toernooi in Café Zaal den Beer in Rosmalen. De Central European Qualifier met 85 spelers uit Nederland, België en Zwitserland. Ja. Marjanovic won de zogeheten Bulls Super League Eastern Europe Playoffs. In de finale versloeg hij zijn landgenoot 77. Boris Krtsmar. Met 10-7 in legs. Ja, Krtsmar hebben we ook al vaker gezien. Ze hebben samen gekoppeld in de World Cup ook. En dat is dus ook podiumervaring die deze Marjanovic heeft. Maar goed, Jermaine is goed bezig in deze tweede leg. 45. Heeft een goede voorsprong. Marjanovic mag haar proberen aan te sluiten. Hij pakt wel meteen die triple 20 mee. 121. Dus voor Wattimena 90 over. 15. En dubbel 10. 17. Robert Jurkwan 98. Dit is een mooi kansje voor Marjanovic. Om te breken. 53. Oh, zo, die was voor de 18 bedoeld. Ietsje er vandaan. Dubbel 10 voor Wattimena. Dubbel 5 voor Wattimena. Het moet gebeuren, het gebeurt niet. En dat zijn dingen, dat kun je niet doen. Die dubbels moeten er gewoon in. En Marjanovic profiteert. En de 34-jarige Kroaat, bijnaam Robbie, begint ook aan de derde leg. Hij heeft wel een mooie stijl van gooien, vind ik hoor, Marjanovic. Misschien iets te ver voorover gebogen. Rugklachten liggen op de loer, maar als je ziet hoe zijn darts naar het bord toe gaan en in het bord verdwijnen, dan ziet het er wel heel stabiel uit. Wattimena oogt rustig, alsof hij nog steeds in Café Zaal den Beer staat. 140. Hoewel je daar ook niet echt rustig bent natuurlijk. Als je weet dat, ja, er staat veel dat je beter moet zijn dan 84 mannen. Dan mag je naar het WK. Ja, doe het maar even. Precies. 33. De scores gaan wel goed. Het finisher moet nog even komen. Hup, weer 140. Ja, dat is allemaal prima. Scorend gooit hij Marjanovic naar huis. Maar ja. Je moet legs winnen. Hij heeft wel de tijd in deze leg. 121. Minimaal 6 darts. Gaat in een sneltreinvaart. Ook bij Wattimena weer. Frank pakt zijn stopwatch er alweer bij. Dan weet ik het wel. Dan krijgen we zo dadelijk de uitslag. 100. Jermaine Uriquois 64. Start. Gaan we zo meteen nog een keer proberen. Maar Wattimena breekt terug. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Hij pakt zijn eerste leg. Ooit op het wereldkampioenschap. En 58. Moet die alleen nog even verzilveren. Start. Stop. 4,5 seconden. Snel zat. Sneller dan Van der Voort. 96. Je hebt het idee dat hij nog hele belangrijke dingen te doen heeft vanavond. Wat hij meenemt. Zo snel gooit hij. Nou, dat zou best kunnen, Jacques. Ja, nog een wedstrijdje gooien. Ja. Nou, dat wordt er ook een. Voor de spotter, die gaat zijn handen vol hebben vanavond. Want dat is tegen Bunting, die zelf ook niet heel erg langzaam. 135.
En die heeft toch grijze haren van het feit dat dadelijk David Pellet het podium opkomt. Dat kan ik me zomaar voorstellen. 99. Wattimena op koers om gelijk te komen. 95. Jermaine 160. Hoewel Marjanovic op 115. 100. Robert Jurgwa 115. Zeker een mogelijkheid. Een triple 20 en dubbel 18 nodig. Niet gegooid en de kans voor Wattimena om helemaal gelijk te komen. 59. Jermaine Jurgwa 60. 20 en tops, die zit mooi hoog. Dubbel 10 is open. 40. Maar niet geraakt. Oei. Weer dubbels gemist. Tops voor Marjanovic. Eén pijl in de hand. 36. Jermaine Jurgwa 20. Dubbel 10 moet er echt in. Game shot on the fourth leg. Jermaine Wattimena. Fifth leg is Robert to throw first. Game on. Heel professioneel, weer even een heel klein slokje, even adrenaline weer laten wegvloeien. Ja, hij zal toch ongetwijfeld 97. Wel wat wedstrijden teruggekeken hebben om te zien hoe het moet. Het is wel goed om te zien dat hij er wat van geleerd heeft. 98. Ja, ik moet zeggen, we hebben debutanten op dit WK zien verschijnen. Die waren wel ontzettend gespannen. Ja, ik zie dat niet bij Wattimena. Nee. Hoe de uitslag van deze wedstrijd ook zal zijn. 140. Zo, 140 nog maar een keer. Ja, hij lijkt steeds beter in zijn veld te komen zitten. En scorend is hij voorlopig beter dan Marjanovic. Dus als hij zijn dubbels gewoon gooit, dan denk ik dat hij gewoon nog een partijtje gaat spelen later op de avond hoor. 87 om 78. In het voordeel van Wattimena. 57. De machine gun. Want zo snel gooit hij. Nee, nog niet. Oh, nou ja, ik heb nog geen bijnaam. Ja. Dan moeten we het er eerst allemaal over eens zijn natuurlijk. 95. Hartstikke idee zeg. Flop, flop, flop. 134. Ik vind dit onvoorstelbaar. Triple 19 voor Marjanovic. Niet geraakt. En wat hij meenaalt, 72. Belangrijke finish hoor. Als hij deze kan raken, is hij een end op weg. 20 gegooid, nog een 20 voor dubbel 16. Wat hij meenaalt, nee. Halve centimeter. Robert Jurgwa, 52. Hoe spannend is die 52 voor de Kroaat? Hoe spannend is het dubbel 16? Die is best wel een beetje spannend, maar hij gooit hem. En is nog één leg van de eerste ronde verwijderd. 100. Marjanovic is de nummer 165 van de wereldranglijst. Dezelfde lijst waar Wattimena voorlopig nog niet op voorkomt. 1000 pond aan prijzengeld de afgelopen twee jaar voor de mannen Kroatië. Er staan er nog een paar op de plek 165 hoor. Ja, dat is één euro toernooitje waar hij een keer in de eerste ronde verloren heeft. Hè. Dat is het zo'n beetje dan. Hij gooit niet zo heel veel op de tour. Maar ik heb toch altijd wel het idee, dat had ik bij dat vorige WK die meedeed ook al, het idee van er zit wel wat in die jongen. Nou, dan komen de financiën weer om de hoek kijken. En dat is dan vaak het lastige. Oei, wat hij meena. Zit Marjanovic erop. 96. En ook wel erover gaan. 60. Marjanovic heeft het initiatief helemaal nu in handen. Ja, en die pakt dat steviger en steviger vast. En nu moet hij mee, wat hij meena. 90. Ja, gaat enigszins mee, maar Marjanovic is favoriet hoor. Dit is voor de wedstrijd. Triple 20 voor dubbel 14. Nee, niet gegooid. Ja, 152, 39. Dat is veel. Dat is heel veel. 152. Dat is te veel. Zo goed mogelijk wegzetten. 60. Nee, ook dat lukt niet. 56. Robert Marjanovic.
Tops. Dubbel 10. Niet 36. Gegooid. Jermaine dus kansen one, voor de Nederlander. Kiest voor triple 20. Die gooit hij niet. Dubbel 18. Dubbel 18 gaat hij dan proberen. Het gaat 56. Echt in een ongelooflijk tempo. Je zou bijna snel van gaan praten. Marjanovic moet naar dubbel 5. Oh. Hij wordt dood. Jermaine Jermaine 36. Nou, Wattimena, dubbel 18 nu. Dubbel 18. Die raakte hij zojuist ook al. Oei, 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 oei. Ja, vier matchstarts heeft hij al overleefd nu. Kan Wattimena hetzelfde doen op mini-formaat als wat Van der Voort deed? 93. Nou, Wattimena speelde ook op het kwalificatietoernooi voor Lakeside, het andere WK dit jaar. En ook daar kwam hij heel ver. Verloor pas de laatste partij voor kwalificatie voor Lakeside. Dus dat heel weinig geschild. Of hadden we hem hier helemaal niet gezien. Maar dan hadden we hem op het andere WK in actie gezien. Nou, toen hij daar niet 96. Uitkwam, mocht hij gewoon meedoen aan het kwalificatietoernooi voor dit WK. En dat haalde hij dan wel. Ja, dat is nog wel een verschil natuurlijk, hè. Of je hier verliest, 3.500 pond mee naar huis neemt. Of je haalt de eerste ronde, 8.000 pond. Poeh. Dat is de grootste check uit zijn carrière, ongetwijfeld. 100. En de kansen op meer nog. Het is een lek waarin gejojo'd wordt. Marjanovic. Raakt hij de triple? Nee. Nee, wat hij meeneemt heeft het initiatief. En begint met een triple. Blijf rustig, het gaat zo snel. 135. Hij oogt wel zelfverzekerd hoor. Alsof hij nooit anders gedaan heeft. Ik vind het fascinerend. 100. 70 voor de wedstrijd en een plek tegen Steven Bunting. 18 gegooid, 20 voor dubbel 16. Oh, wat scheelt zijn het? Matchdart. Wat scheelt het? Wat gaat Marjanovic doen? Gaat hij voor de bol of kiest hij voor triple 18? Bolzaai gegooid. 12 voor dubbel 16. Hij heeft al vier matchdarts gehad, Robert Marjanovic. Dit wordt matchdart nummer 5 op dubbel 16. 62. Ernaast. Wattimena, dubbel 8. Hoe cool is die? Eén kans nog. En ernaast. En ook hij mist de 4. Ja, kijk, en je ziet het dan allebei toch wel een beetje, hè. Het is nerveus. Het is nogal wat ook. Marjanovic maakt het af. Ja, eentje moet er winnen. En dat is de gelukkigste, kun je zeggen, uiteindelijk. Robert Marjanovic verslaat Jermaine Wattimena met 4-3. En mag vanavond spelen tegen Steven Bunting. Ja, die Marjanovic doet wel zo van, kijk mij eens, Kroatisch zijn en episch. Oh nee, dat mocht ik niet meer zeggen. Geweldig gewonnen hebben, maar door het oog van de naald tegen onze landgenoten. Ah, hij had zeker moeten winnen, Jermaine. Hij had zeker kansen in die laatste lek. Ook 3 matchstarts gewoon, of 4 zelfs. Hij miste die dubbel 8. Ja. Dat is belangrijk, als je die kans krijgt, dan moet je ze pakken. Terwijl de commentatoren terecht net zeiden, wat straalt hij zelfvertrouwen uit in de laatste fase. Maar kijk dan dit. Ja, dit is wel de druk hoor. Maar hij laat in de tweede lek ook wel kansen liggen. Weet je, hij had nooit 2-0 achter mogen komen. En het was duidelijk, ze waren heel goed aan elkaar gewaagd. En toch had ik het gevoel telkens van nou, als het eenmaal echt goed constant gaat vallen bij Wattimena, dan komt het wel goed. Ja. En dat kwam het eigenlijk ook wel. Maar ja, dan die dubbel hè. Ja. Die verrotte dubbel die je nodig hebt. Ontzettend jammer, maar niet afgegaan. Nee, zeker. Zichzelf goed gepresenteerd, niks aan het handje. Als toch? Hij wat rustiger gaat spelen, gaat trainen, en dan heb je best kans dat hij er volgend jaar gewoon weer staat. Hoor. Hulde aan Wattimena. Wij gaan kort naar de partij van Steven Bunting tegen helaas niet Wattimena. Die qualifier redde het niet tegen Marjanovic. Wattimena was een beetje onze hoop voor het eind van deze dartsavond. Eind van de eerste ronde op het WK. Kijk hoe teleurgesteld hij was. Arjan van der Giessen ving hem op. Ja, Jermaine, je was er zo dichtbij. Ja, ik had al eerder in de wedstrijd 1-1 moeten maken. Ik viel 3 pijlen op de dubbel 10 was het, geloof ik. Ja, die mis je net aan. En dan, hij maakt die 2-0, je komt nog lekker terug tot 2-2. Hij komt 3-3.
En ik krijg gewoon zijn laatste leg. Ben je gewoon beter? Ja, voor mijn gevoel was het beter dan dat hij was. En dan mis je gewoon 3 wedstrijden pijlen. Ja, 4 zelfs. En ja, dat kan dus niet op dit niveau, hè? Dat is wat je nu geleerd hebt. Mag niet, nee. Ik stond er best ontspannen. Ik was niet echt zenuwachtig of zo. Het was gewoon, hoe moet je dat zeggen? Misschien onervarenheid. Ja, want ik moet inderdaad toegeven, je zag er rustig uit op het podium. Helemaal niet nerveus. Nee, dat klopt. Ik was best wel spannend op het podium. Ja. Rustig aan het gooien en gewoon, het ging. Maar is dat moeilijk om je dan af te sluiten voor zoveel herrie uit die zaal en voor al die kekkigheid? Ik had er geen last van. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb me afgesloten voor iedereen en nog wat, dus op zich viel het wel mee. Hoe heb je dit hele verhaal nu ervaren? Ja, het was een leuke ervaring en ik hoop dat ik ooit nog voor de tweede keer zal staan. Daarvan zijn wij 100% overtuigd, mannen. Als u de moeite ervoor neemt om het circuit of iets in de richting te gaan van het WK, dan komt hij erop zeker. Nou, als hij de mazzel heeft dat hij een paar bedrijfjes vindt die wat daarin willen steunen, financieel, dan. En dan gaat die tour lopen. Weet ik zeker dat hij volgend jaar weer staat. Ja, toch? Ja, want echt. Het waren hij moet het ook zelf willen natuurlijk. Je weet niet wat voor werk ik denk dat hij dat wel wil. Ja, dat wil hij. Eén keer geproefd aan dit niveau, dat wil je dan toch. Tuurlijk. Ja, en die zalen en zo, dat is toch geweldig, hè? Ja, want hij had geen last van de zaal. Hij had ook niet echt last van zenuwen. Dan heeft hij, hebben wij gezien, echt pech gehad gewoon. Ja, nou, hij heeft het wel zelf laten liggen. Gebrek aan ervaring, wat hij zelf ook toegeeft. Ja. En dat is het ook. En dat kan je alleen maar opdoen door meer te gaan spelen. Ja, hij kan hier een hoop positieve dingen uit meenemen, toch? Jawel, uit deze wedstrijd. De verlies is. Natuurlijk is hij ziek, maar. Dit moment is gewoon een gedachtegang gewoon natuurlijk die je moet hebben. Nee. Ja, ik bedoel. Dit is balen. Maar het publiek was ook niet overtuigend, echt heel luid of wat dan ook. Dus hij heeft een goede eerste ervaring gehad en dat moet hij meenemen. En dan hopen dat het in vervolg op het podium dat hij nog meer kan leren. Wij moesten alleen een beetje lachen toen hij tegen Aja zei, ik stond rustig te gooien. Want dat was natuurlijk niet. Het leek wel een mitrailleur af en toe. Nou, voor zijn gevoel misschien wel. Ja, maar dat was gewoon is zijn ritme gewoon. Ja, kijk, Klaassen dan. Is toch niet veel anders? Nee, dat is waar. Ik bedoel, die hebben wel die ervaring, Vincent. Een beetje een tellen. Of Michael? Nou, jij noemt nu een aantal Nederlanders op. Jij zei mij net, we waren er met 9 gekomen. Er zijn er nog 5 over. Ik vind het verkeerd. Dus zo'n 60% of zo. Ja. Dat is niet verkeerd. Nee, dat is super. Doen we hartstikke goed en dan moeten we er minimaal 3 hebben naar de derde ronde. Minimaal. Ja? Ja, dat is wel een vereiste. Want? Ja, maar dan ga je in de later stadium. Meer dan de helft. 2 keer de helft. Nee, dan ga je in de later stadium nog met wat meerdere spelers meedoen. En die kunnen elkaar een beetje ook oppeppen, weet je. Wie denk jij? Nou, ik ga er wel vanuit dat Van Barneveld tegen Kevin toch wel een hele goede kans maakt. Vincent en Hop, nou, we hebben Hop zien gooien. Zou Vincent wel beter moeten, maar ik zou niet weten waarom niet. Okay. Ik zou niet weten waarom niet. Nou, Michael, daar gaan we allemaal vanuit dat hij de finale gaat halen. Dus. Ja. En Benito. Ja, het zou nog best mogelijk kunnen zijn, hoor. Ja, tegen Anderson. Jelle? Ja, Jelle, wat is de tegenstander? Jelle speelt tegen Anderson. Ja, dat wordt heel lastig voor hem. Hoe goed hij ook speelt. Nou, ik vond hem hoog goed. Tempo. Ik vond hem echt tempo. Goed. Ja, hij was ook heel sterk. Hij heeft zeker zijn goede kanten laten zien. En als hij dat door kan bouwen, ik zeg ook niet dat hij kansloos is tegen Gary. Zeker niet. Ik zou nog sterker vertellen, die Benito tegen Chisnell is ook nog niet eens onmogelijk. Want die was niet zo geweldig, hoor, die Chisnell. Het zou wel geweldig zijn als die grote namen. Dat zou leuk zijn, ja. Aan de zegenkar worden. Voor de Nederlandse zegen is dat zeker goed. De jongens die door zijn, die hebben we ook goed zien spelen. Het was niet dat ze met hangen en wurgen doorkwamen. Nee, maar je komt een WK ook toch niet door met mazzel. Dat kan niet. Nee, maar er zijn ook wel wedstrijden, hebben we ook gezien. Hè? Want dat is wat Raymond een beetje zei, hè? Die eerste set. Als dat niet loopt, dan kun je ze zomaar om je oren krijgen. Hè, en wat zagen we gisteravond niet voor een wedstrijd? Die Sujewits tegen die Michael Smit. Of tegen, hoe heet het? Tegen Smit. In principe had die Smit er zo afgekund. Die is er met hangen en wurgen doorheen gekomen. Okay. Goed nieuws voor ons Nederlanders dus. We gaan nog even onderbreken en dan Bunting tegen Marjanovic. Tot zo.